is vandaag droog. Af en toe schijnt de zon. Er waait een zwak tot matige noordwestenwind. De thermometer komt vandaag vrijdag 31 juli tot 19 graden. Dit is het TV West Nieuws. Ik ben Martine Boerkamp. Goedemorgen. Bij een steekpartij in Rijswijk is gisteravond een man gewond geraakt. De steekpartij vond plaats in een flat aan de Jan Toroplaan, vlakbij het oude centrum van Rijswijk. Volgens nieuwssite Regio 15 is het slachtoffer er niet ernstig aan toe. De man is behandeld in een ambulance en daarna naar het politiebureau gebracht. Wat de aanleiding van de steekpartij was, is nog onduidelijk, evenals de identiteit van het slachtoffer. Een avondwinkel aan de Molenstraat in Den Haag is gisteravond overvallen. Een gewapende man drong de mini-supermarkt binnen en bedreigde de medewerker met een vuurwapen. De overvaller is er met een onbekend geldbedrag vandoor gegaan. Bij de overval raakte niemand gewond, wel is de medewerker flink geschrokken. Hij is opgevangen door politieagenten. De Wateringse wielerdag is gisteravond gewonnen door Nicky Terpstra. Duizenden mensen stonden langs het parcours om de renners aan te moedigen. Onder de deelnemers grote namen als Lars Boom, Wout Poels, Laurens ten Dam en Robert Geesink. En de jonge toeschouwers willen natuurlijk allemaal een handtekening. En die kans krijgen ze, want voordat er gefietst wordt, is er eerst het traditionele voorstellen van de renners en de huldiging van de Tour de France deelnemers. En daar hoort handtekeningen uitdelen gewoon bij. En bovendien is het niet alleen leuk voor al die jongetjes. Ja, ik ben nu op een paar plekken geweest. Als je kijkt hoe het in Nederland geleefd heeft, dat is wel heel erg mooi om mee te maken. Zeker, ja. Daar krijg je in Frankrijk niet zoveel van mee waarschijnlijk, hè? Nee, ja, we zijn natuurlijk heel erg met onszelf bezig. Onze dagen zijn helemaal voor ons ingevuld. En het is bijna geen tijd om te zien en te genieten. Ik zie jou met je petje. Helemaal vol met handtekeningen. Ja, dat klopt. Van wie heb je ze allemaal wel weten te scoren? Van Nicky Terpstra, ja, bijna allemaal. Voor er gefietst wordt is er dit jaar ook een speciaal moment voor Ton Brabander. De vorige maand overleden voorzitter van de wielerronde die alle 43 edities organiseerde. En in plaats van een minuut stilte is er een minuut applaus. En dan kan er worden gefietst. Met Terpstra dus uiteindelijk als de snelste. De Pier verwacht vanmiddag alweer de 100.000ste bezoeker. Het icoon van Scheveningen werd 2 weken geleden weer gedeeltelijk geopend. Bezoekers kunnen terecht op het gerenoveerde bovendek, het pannenkoekenrestaurant en bij de bungee jump. De Pier ging 2 jaar geleden failliet en werd gesloten omdat door achterstallig onderhoud de veiligheid van bezoekers niet langer gegarandeerd kon worden. Oktober vorig jaar kwam er een nieuwe investeerder en sinds 2 weken is de pier dus weer open. Sindsdien trekt het icoon zo'n 9000 bezoekers per dag. Het zal je maar gebeuren. Heb je lekker vakantie, brandt je school af. En niet zo'n beetje ook, want het was vorige week in Rijswijk een enorme brand. Die heeft ook grote gevolgen voor de leerlingen van de 3 getroffen basisscholen. Niet alleen maakte de vlammenzee grote indruk op ze, ze kunnen na de vakantie ook niet terug naar hun vertrouwde plek. Daarom was er gisteren een bijeenkomst voor de leerlingen om erover te praten. Was het een fijne school? Ja. Toen ik wakker werd, zei mijn moeder, kom, we gaan op het balkon staan. Toen zag ik rook en toen vroeg ik aan mijn moeder, wat is dat? Toen zei ze, je school is in brand. Toen schrok ik wel een beetje. Dat is een mooie herinnering. Dat mijn eerste vriend op school kwam. Toen dacht ik, wat kunnen we dan na de vakantie doen? Ik was wel heel erg geschrokken. Ook als de school in brand stond, ik moest ook wel huilen. Veel kinderen denken ook wel, nou hoef ik misschien lekker niet meer naar school. Nou, maar ik denk, ik wil gewoon lekker leren. Wat vond je het allerleukste aan je oude school? Het speelplein. Als ik hier vlak in de buurt kom en dan kijk ik altijd naar mijn school en dan denk ik, ik wil dat het snel weer gaat opknappen. De krakers van culturele broedplaats De Vloek op Scheveningen laten zich niet zomaar wegsturen. Ze gaan in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechter gisteren dat de gemeente Den Haag het krakersbolwerk mag ontruimen voor de bouw van een topzeilcentrum. De gemeente had de rechtszaak aangespannen omdat de krakers hun culturele broedplaats niet vrijwillig willen verlaten.
Mensen zijn er al 13 jaar heel hard aan bouwen aan allerlei hele belangrijke sociale projecten voor Den Haag. Dat ook de gemeenteraad nog eens heeft benadrukt van nou, die projecten zijn ook heel belangrijk. En ja, het is natuurlijk zonde dat als je zo lang aan iets hebt gewerkt, dat het dan weg moet voor een zelfcentrum waar eigenlijk geen behoefte aan is. Bovendien vinden de krakers dat de bouwplannen niet concreet genoeg zijn, waardoor het terrein lang braak zal blijven liggen en de vloek dus onnodig wordt ontruimd. Maar dat is de rechter niet met ze eens. De voorzieningenrechter is van oordeel dat er daadwerkelijk concrete sloop- en bouwplannen liggen. De gemeente maakt daarom terecht aanspraak op de ontruiming van het pand. Maar de rechter stuurt ook aan op behoud van de activiteiten van de vloek. Dus de ateliers, de oefenruimtes en het restaurant. Die activiteiten zijn natuurlijk heel belangrijk voor Den Haag. En ook dat is wel iets wat de kortgedingrechter heeft erkend. Dat de vloek wel moet blijven, niet hier, maar dan toch wel ergens anders. En wat ons betreft is de race, de juridische race, nog niet gelopen als het gaat om ontruiming op korte termijn op deze locatie. Het varend corso door het Westland gaat vandaag van start. Tientallen boten, uitgedost met groenten, fruit en planten, varen onder het motto Pluk de dag dit weekend door het Westland, Midden-Delfland en een stukje Rijnmond. Gisteren werd de laatste hand gelegd aan de boten. De varend corso-koorts loopt steeds verderop. De eerste boten worden versierd hier bij de veiling van Flora Holland in Naaldwijk. En dan komen we oog in oog te staan met een boot vol huisraad van zorgaanbieder Karijn. Wat wij eigenlijk willen laten zien is dat zorg eigenlijk geen zorg is. Dus dat de mantelzorg het kan overnemen thuis, zeg maar. En dat willen we laten zien met het bed dat op en neer kan, figuratie erop en de hele inboedel op de boot. Nog niet alle deelnemers zijn al even ver met het versieren van hun boot. Daar moet nog het een en ander aan gebeuren. We moeten nog aardig aan de slag. We hadden vanochtend om 6 uur alle bloemen al gehaald. De andere collega's zijn nog de rest van de bloemen halen. En we mogen zo aardig doorpikkelen. Alles moet er nog in. Fraai is ook de boot van de gemeente Westland, die daarmee de vrijwilligers wil bedanken. Opvallend zijn ook weer dit jaar de narren of jokers op een boot. Het is van de scouting, die doen allemaal de jokermutsen op. En die lopen dan langs de kant om gewoon een kleinigheidje, een aardigheidje op te halen. Dat leverde vorig jaar zo'n 40.000 euro op. Weerkundigen verwachten heerlijk weer. Hopen dan maar dat de bloemen het overleven. Tuurlijk gaan ze het houden. We leveren toch goede kwaliteit in Nederland. Moet lukken. En morgen, als de boten door het Westland varen en u ze zelf niet kunt gaan bekijken, hoeft u er niks van te missen. Op Radio West en onze site omroepwest.nl doen we uitgebreid verslag van het evenement. De politie Den Haag heeft gisteren een anonieme, bekende motorracer in het Zuiderpark laten lopen. De man, die bekend staat als Valentino Crossi, zorgde hoogstens voor wat geluidsoverlast. Al konden de meeste toeschouwers dat wel waarderen. Ook de politie, die het incident zelf filmde en op Facebook zette. Wat een masker. Ja, dat klinkt net als de echte motocoureur Valentino Rossi, negenvoudig wereldkampioen en meer dan 100 keer Grand Prix winnaar. Kijk ik in de ochtendkranten van vandaag. De kans dat de Nederlandse boeren, net als hun Franse en Belgische collega's, gaan actie voeren lijkt erg klein. Volgens Trouw proberen de Nederlandse boeren juist met overleggen tot een oplossing te komen. En ook zouden wij door onze Hollandse nuchterheid minder snel tot acties overgaan. De Franse en Belgische boeren voeren actie uit protest tegen de lage melk- en vleesprijzen. Het Koningslied is een duur grapje. Daarmee opent de Telegraaf. Het lied voor de inhuldiging van koning Willem-Alexander blijkt namelijk veel duurder dan gedacht. Volgens de krant kostte het spraakmakende lied meer dan een 500.000 euro. Terwijl de NPO eerder nog zei dat het Koningslied maar 1,5 ton kostte. En overigens ging al het geld niet naar alle artiesten, maar naar het Oranjefonds. En er dreigt een klein relletje in het Westland, want de hardcore DJ's Party Razor en Andy Meehan zijn niet welkom op de Naaldwijkse feestweek. Dat schrijft het AD. De reden is opmerkelijk. Beide artiesten zijn zo populair dat ze te veel publiek van buiten het Westland zouden kunnen trekken. De DJ's zelf begrijpen er niets van en zijn erg teleurgesteld over het besluit van de organisatie. En tot zover voor nu. Vanmiddag om 17:30 is er een nieuwe uitzending van het TVS Nieuws. Tot die tijd blijft u op de hoogte via onze site omroepwest.nl, onze apps Facebook en Twitter en via de collega's van 89.3 Radio West. Fijne dag nog vandaag.